Dit is het elftal van de week. Als dat je met je vriendin op de bank Notting Hill zit te kijken. Net Inspect the Gadget, hè? Ik heb afgelopen weekend over voorassist gedroomd. Onnavolgbaar. Hij is weer ouderwets een absoluut statistiekenmonster. Dus dat is gewoon mooi. Dit is zo'n romcom. Van Suleiman en Jarno. Ja, het is dinsdag en dus tijd voor het elftal van de week. Ja, de voorlaatste van dit jaar. Want Suleiman, we gaan bijna naar het elftal van het jaar. Maar nog twee afleveringen van het elftal van de week. Gelukkig. Weer een mooi elftal van de week overigens. Een paar opvallende spelers. Een paar analyses ook weer. Maar laten we het elftal er gewoon eens gelijk bij pakken. En dan wil ik eigenlijk direct beginnen met de doelman. Want ik had het idee, ik zat die wedstrijd te kijken. Hè? Speelt Brighton in het geel? Ja, Burnley speelt ook goed voetbal. Ja? Het company stempel is daarop geplakt. En ja, iedereen die de project heeft gekeken bij Anderlecht, weet dat company staat voor een bepaald soort voetbal en ook een bepaald soort doelman. En deze James Trafford, die natuurlijk bij City vandaan komt en bij Engeland onder 19 opgevallen is afgelopen zomer. Die staat als een soort centrale verdediger op te bouwen. Ja, dat waarbij hij ook goede reflex heeft. Want dat viel me ook op tijdens de wedstrijd. Had een paar goede reddingen, maar ik vond zijn positie kiezen. Want ik kwam er eigenlijk pas na een kwartier in. En ik zie de doelman van Burnley. Nou ja, goed, in dit geval dus van Burnley. Die zie ik echt weer hoog staan, wachten, het lokken binnen van spelers. En dan snel middenveld erin spelen. En toen ging ik voor de zekerheid toch even kijken van, speelt Brighton echt niet in het geel? Want ik had echt het idee dat ik naar Brighton zat te kijken. Ja, maar dat is het. Kijk, Burnley moet punten schrapen en company moet na elke nederlaag uitleggen dat het beter gaat in de komende weken. En je ziet wel dat hij een trainer is met een visie. Dat kun je echt zeggen. Zeker. Ik bedoel, als je kijkt naar Burnley dat gepromoveerd is en speelde echt goed in het championship. Hè. Echt prachtig voetbal. Maar ja, dat is het championship en dan is de weerstand natuurlijk minder groot. Want elke fout in de Premier League, en dat is wel uniek, dat is in bijna enkele competitie zo. Elke fout wordt afgestraft. Echt elke fout. Dus Burnley heeft dan wel moeite met punten pakken. Maar Brighton uit dit doen, op deze manier, tegen een ploeg die ook de bal wil hebben. Ja, dat vind ik leuk om te zien. En deze James Trafford, 21 jaar. Engels is natuurlijk altijd nog steeds opgesloten met Pickford. Ja. Die ook goed is met de voeten. Maar dat is een hele jonge jongen. Hij is net 21 geworden. Jij zei goede reflectie. Hij had 11 reddingen deze wedstrijd. Ja. En een paar hele knappe saves. Dus in de 16 top, dat was wel een kritiekpuntje tot aan afgelopen weekend. Van, goh, maar ook wel diverse reddingen. Ik heb de Neuer redding met de voet gezien. Heb op een gegeven moment een hand, de Frans Hoekhand, hebben we gezien. Ja. Dus er zat wel, alles zit erin. Dus hoog, laag, voet, hand, ja. Hij beheerst veel. En hij kan goed voetballen. Hij kan heel goed voetballen. Dus dit is een allround, complete doelman, zeer jong nog, die bij Burnley nu de kans krijgt. En dat is wel prettig dat je op die leeftijd in de Premier League je minuten kan maken. En mocht Burnley degraderen of er niet in blijven, dat is hetzelfde. Dan denk ik dat er een aantal clubs met trainers die dit prettig vinden, zo'n doelman, deze jongen wel graag bij willen hebben. Ook omdat hij natuurlijk een Engels paspoort heeft. Dat is ook wel prettig. Ik heb in ieder geval genoten van de beelden. Maar wat voor cijfer levert zijn optreden tegen Brighton op? James Trafford een 9. Een 9. Dan gaan we naar de verdediging en dan zien we Miguel Gutierrez. Ja. Man van Girona. Zijn doelpunt wil ik met jou bespreken. Maar vooral welk ook doelpunt? De eerste of de vierde? Dat hij de assist voorbereidt? Nee, zijn eigen doelpunt. Zijn dus eigen dat doelpunt. Hij ja, de eerste. Ja. Oké, okay. Dus wat ik daar wil bespreken met jou is de rol van Daley Blind. Ja. Die was op dat moment in balbezit. Die had heel makkelijk hem aan kunnen spelen. Was de bal naar de linkerkant gaan, had Barcelona Girona makkelijk onder druk kunnen zetten. Maar die korte combinatie in de as, geïnitieerd door Daley Blind, zorgde ervoor dat hij in een grote ruimte terechtkomt. En op het moment dat die Gutierrez in een grote ruimte terechtkomt, en dat viel me wel echt op bij Girona, op het moment dat zij dus in grote ruimtes terechtkomen, dan zijn ze ook gelijk gevaarlijk en zijn ze ook met veel man op de helft van Barcelona. En daar was ik wel echt van onder de indruk, die lage opbouw om vervolgens toe te slaan tegen Barcelona. Goed verhaal. Maar ik was er echt van onder de indruk. Ja, maar dat is ook zo. Maar Girona is natuurlijk, ja, als je aan Girona denkt, en de trainer van Girona merkt in de afloop van deze wedstrijd op, we zijn er. We hebben 40 punten. Ja. Nou, maar hun doelstelling was om net als vorig seizoen zo snel mogelijk 40 punten te halen. Maar zij hebben natuurlijk begin december al hun doelstelling veilig gespeeld. Maar het is ook wel een rare reactie nadat je een historische wedstrijd speelt. Want het is voor Girona natuurlijk het hoogtepunt uit de clubgeschiedenis, denk ik. Dat je Barcelona op deze manier, en jij beschrijft die eerste goal en dat was een werkelijk prachtige goal. Maar de hele wedstrijd door zag je op een gegeven moment momenten dat je denkt, oké, maar Barcelona wordt hier uitgespeeld, uitgevoetbald. Er worden spelers eigenlijk gekleineerd, te kakken gezet. Je ziet ook Frenkie de Jong op een gegeven moment in zo'n wedstrijd met zijn handen omhoog van, jongens, wat zijn we aan het doen? Ze proberen druk te zetten, maar dat lukt niet, omdat Girona daar onderdoor weet te spelen.
Ja, mede door. En ik heb hem niet genomineerd, omdat ik heb ook een column geschreven over Daley Blind maandagmiddag al. En om nou elke keer als Girona wint over Daley Blind te hebben, wordt een beetje vermoeiend. Ja, ik wil trouwens wel even terugkomen. Maar Miguel G, of Miguel Gutierrez, nummer 3. Want nummer 3 die bewoog. Hij stond op papier linksback. Maar hij stond ook heel vaak als 6 of 8 of 10 geposteerd. En hij kwam ook heel vaak in de 16. En je zag wel dat Rafinha geen idee had waar hij moest zijn. Dat Gundogan bezig was met, maar wie pakt nummer 3 op? Miguel. En ook de back van Barcelona had er moeite mee. Dat was wel een probleem, deze nummer 3. En daardoor, omdat heel veel twijfel is in het elftal, krijgt Blind ook meer tijd om met het linkerbeen die passes uit te kiezen. En kort en lang. Hij stelde ook weer goed uit. Ja, dat is wel een unieke kwaliteit van Daley Blind. Want dan wil ik wel even, het is wel grappig. Tenminste grappig, er stond een behoorlijke kop boven de video van Daley Blind. Je hebt gisteren natuurlijk met Matthijs V. Uncensored gemaakt. Hebben een stukje losgeknipt van Daley Blind. Wat stond er boven? Dat het nog steeds een hele slechte verdediger is. Oh ja, dat is een beetje een clickbait, hè? Ja, klopt. Alleen, heel eerlijk, iedereen die de video bekeken heeft, weet dat van, het was gewoon volkomen lovend. Alleen dat aspect. Het was een staande ovatie voor Daley Blind. Precies. Maar met zo'n kop erboven. Met zo'n kop erboven. Ja. Dat is toch heerlijk? Ja, dat is apart. Ja. Ja. Nee, maar ik heb ook in deze wedstrijd tegen Barcelona, blijkbaar een leraar met zo'n pinnenman, momenten gezien tussen al die passes door, dat je denkt, oké, maar ja, hij is wel echt traag. Duelkracht. Hij wint zijn duels als hij goed in positie staat. En dat staat hij vaak. Ja. Maar duelleren kan hij niet. Dus het is voor een verdediger is dat best gek, want er gaan straks bij andere verdedigers uitkomen die wel kunnen duelleren. Die dan hopen dat ze ooit net zo goed kunnen pasen als Daley Blind. Maar het is gewoon goed gescout van Girona. Want hoe kom je nou uit? Je bent Girona, je vecht tegen degradatie. Maar er zit een trainer die net als Kompany een visie heeft. En die zegt, wij willen op deze manier voetballen. Dit is mijn voetbal. Van achteruit, Erik Garcia is daar ook een voorbeeld van. Maar ook Daley Blind. Wil ik jongens hebben staan die niet zenuwachtig worden als we onder druk worden gezet. En die niet, zoals jij zegt, optie 1 de bal naar de zijkant spelen. Nee. Maar ook optie 2 en 3 die lastig zijn, durven te voetballen. Zodat we er onderdoor kunnen voetballen en zodat we aan het voetballen kunnen komen. Ja, maar het is gewoon investeren in een kansrijke situatie. Ja, en daar is Daley Blind een meester in. En voor Girona is dat echt een geweldige greep gebleken. Dat je hem bij een München wegplukt waar hij amper aan bod kwam. En dat hij nu bij Girona als linker centrale verdediger of als linksback. Maar ze spelen met 3 man achterin altijd eigenlijk. Hè? En je kunt eigenlijk geen systeem aan ophangen aan deze ploeg Girona. En dat is ook weer modern voetbal. En dat zie je bij Girona heel erg terug. Ik vond wel opvallend om te zien dat Barcelona hier eigenlijk geen grip op kreeg en antwoord op had. En dat het... want het is geen wonderploeg, hè, Girona. Nee, helemaal niet, maar de andere kant... Maar ze hebben wel een bepaalde visie en ze durven echt te voetballen. En als een tegenstander daar niet op voorbereid is en dat geen goed antwoord op heeft... Real Madrid had het ook lastig. En alle ploegen in de Primera División hebben het lastig. En ze hebben al 41 punten. En de vraag is al gesteld, vele malen. Maar ik denk dat Atletico en Real toch makkelijker hun wedstrijden gaan winnen. Want Girona gaat een trofee worden voor alle clubs eronder. Van die ploeg gaan we willen verslaan. De stunt van deze competitie. En Girona gaat dan een totaal andere tegenstand en weerstand meemaken. Maar als de City groep er nog even wat geld tegenaan knalt? Maar zo werkt het niet. Oké, duidelijk. Dus geen kampioen? Nee, ze worden geen kampioen, maar dat hoeft ook helemaal niet. Het is al mooi dat daar een trainer, maar ook Daley Blind, dat we die zien op de manier zoals ik hem graag zie. Van achteruit heerst het met het gouden linkerbeen van hem. Ja, helemaal eens. Wat voor cijfer krijgt Gutierrez en wat cijfer krijgt Blind? Miguel Gutierrez, dat is wel nog een interessant gegeven. Die komt natuurlijk bij Real Madrid vandaan. En ik heb even zijn verleden bekeken. En die heeft met Real Madrid de UEFA Youth League gewonnen, de Baby Champions League. En daar was hij topscorer. Dus die aanvallende kwaliteiten. Waar stond hij op dat moment dan? Linksback. Wel als linksback. Hij heeft natuurlijk, bij Real Madrid komt hij vandaan. En Real Madrid heeft nog 50% van zijn transferrechten. Dus als er bod wordt gedaan op deze Miguel Gutierrez door Arsenal van 60 miljoen, dan heeft Real Madrid het recht om hem voor 30 miljoen terug te kopen. Dus, en als ik hem zo bezig zie bij Girona, denk ik, goh, die linksbackpositie bij Real Madrid, die is natuurlijk wel redelijk bezet met een aantal spelers die nu geblesseerd zijn. Maar man, die kan er natuurlijk spelen. En we hebben Camavinga zien spelen.
Maar dit is zo'n jongen uit de eigen opleiding. Zou wel iets toevoegen aan het nieuwe Real Madrid straks met Xabi Alonso. Ik denk dat Miguel Gutierrez voor Xabi Alonso een droomback is. En dan is het voor de helft van de prijs natuurlijk een zeer interessante optie. Een soort Grimaldo plus. Of een soort Grimaldo. Ja. Dus het zou voor Real Madrid misschien wel een serieuze optie zijn als Xabi Alonso daar trainer wordt komend seizoen. Dat deed misschien deze Miguel ook weer terug. En anders gaat hij naar Arsenal. Duidelijk. Wat voor cijfer krijgt voor zijn optreden tegen Barcelona? Ja, ik vond hem zo grandioos. Een 10. Daley Blind? Een 9. Een 9. Oké, dan gaan we naar de volgende. Dat is Brandweight. Kennen we nog van PSV. Jared Brandweight van Everton. Jared Brandweight. De complete gegevens even noemen voor de luisteraars. Ja, helemaal mee eens. Mikolenko. Ik denk dat die vooral heel blij was met de aanwezigheid van Brandweight. Ja. Want die had het lastig met Palmer. En ik had het idee dat elke keer de ruimte er afgelopen werd door Brandweight. En dat hij vervolgens ook nog eens een keer rustig aan de bal bleef. En zo herinner ik hem bij PSV minder eigenlijk. In ieder geval die rust aan de bal wat minder. Ja. Ja, ik vond toen er sprake was van dat hij naar PSV ging, toen vroeg Pieter Duiker eens in, wat is het voor jongen? En toen ben ik beelden gaan kijken van Jared Brandweight. En toen dacht ik al van, oeh, dat is wel echt een talentvolle gozer. Want hij kan echt goed voetballen voor iemand die de lengte heeft van een giraf. En maar waarom is dat bij PSV niet eens opgevallen? Dat vond ik. Ik vond ook al dat het lang duurde voordat hij daar, voordat Gerrit, zo noemen we hem geloof ik liefkozend Gerrit in Eindhoven. Voordat Gerrit een basisplaats kreeg. Maar ja, het is ook de visie van een trainer die dan ook de voorkeur geeft aan andere spelers. En ja, je moet ook de concurrentie verslaan. Je moet net de mazzel hebben dat je nummer 1 optie bent en dat je dan direct dat elftal ingroeit. Dus hij heeft zijn best moeten doen om daar aan speelminuten te komen. Maar ik denk dat de periode in Nederland, in de Eredivisie, hem wel goed heeft gedaan. Want jij noemde dan dat voetballend vermogen. Mm-hmm. Dat viel inderdaad ook op. Maar ik vond ook zijn positionering ongelooflijk. Ja, maar dat was vooral de situatie aan de rechterkant. Ja. Tenminste, als Chelsea er doorkwam. Maar ook in de duels met de spits van Chelsea vond ik hem, Royal, met Broga. Ja. Vond ik hem ook erg sterk. Want die had eigenlijk geen enkele kans. En hij wint al zijn duels. Ja, want daar heeft hij natuurlijk wel de fysiek voor. En ik heb het ook opgeschreven. En dat geldt ook voor James Trafford, 21 jaar. Maar ook voor deze Jared Brandweight, 21 jaar. En hij werd ook door Micah Richards, ik weet niet of je dat gezien hebt, in Match of the Day, werd hij eruit gelicht. Ja. En dat vond ik ook wel interessant, dat ze precies de momenten uitpikten die ik ook interessant vond. Is dat hij niet hapt, maar centraal blijft. En dan, net als Van Dijk, dat ook in zijn toptijd. Ophouden. Noem je het ophouden? Oké. Okay. Ja. Dat hij ophoudt. En dat hij dan wacht tot het. En dan de timing van de ingreep, die is bij hem, bij Jared Brandweight ook wel bijzonder. Ik denk, oké, maar hij heeft wel en lengte en voetballend vermogen en timing van ingrijpen is goed. Pas 21 jaar en hij heeft met Sean Dyche, een trainer die ook is gefocust op verdedigen en organiseren. Dus ook dat leert hij nu. Mm-hmm. Want Sean Dyche heeft nogal wat verdedigers opgeleid de afgelopen 10 jaar als trainer. En ja, ik heb met Matthijs natuurlijk Everton Liverpool gezien, of Liverpool Everton gezien en de derby. En ja, toen vond ik Everton zo laf en zo oninspirerend spelen. En daarna kregen ze ook nog 10 punten minder. Ik denk, nou, dat is ten dode opgeschreven. Die kun je opschrijven, nummer 20, die gaan degraderen. Ja. En daarna winnen ze bijna elke wedstrijd, pakken ze punt na punt. En ze gaan er met min 10 punten gewoon in blijven. En dat is wel mede te danken aan deze Jared Brandweight. En als ik Liverpool was, zou ik hem kopen. Voor als opvolger van Virgil van Dijk. Nee, maar ik vind hem echt. Is echt de openbaring dit seizoen bij Everton in de Premier League. Op dat niveau zo makkelijk je staande houden. En nu al een leider van die defensie. Bij een club in grote problemen. Ja. Min 10 punten. Enorme verantwoordelijkheid om Everton erin te houden. Want degradatie zou echt funest zijn voor zo'n club. En dat je dan als 21-jarige. Je bij Sean Dyche in de basis speelt. Is niet makkelijk. Nou, ik blijf het bijzonder vinden dat je dan. We volgen zo'n speler eigenlijk een heel seizoen in de. Maar dat geldt ook voor Savio, hè? Bij Girona. Ja, tuurlijk, dat klopt ook. Maar ik vind het wel opvallend. En de volgende is misschien daar wel nog meer het toonbeeld van. Dat je spelers van dichtbij meemaakt in de Eredivisie. En dat je dan toch denkt van, nou ja, dit ontbreekt, dat ontbreekt. Dat je dan vaak een negatieve insteek dat eraan gekoppeld wordt. Maar vervolgens zie je ze in een andere omgeving echt helemaal floreren. En ja, wat ik zeg, de rust aan de bal, echt leiding geven, positie kiezen. Het was wel echt indrukwekkend. En nogmaals, Mikolenko, die vond ik er niet goed uitzien bij Tijtenweilen, maar die werd eigenlijk gewoon continu gered door Brandweight. Ja, en Mikolenko heeft ook alweer andere kwaliteiten, want die wordt dan weer geroemd om zijn aanvallende power. En dat heeft hij ook wel. Maar het is gewoon knap. Met 2-0 winnen van Chelsea in deze situatie. En nou is winnen van Chelsea minder knap dan het lijkt, want dat is echt
totale chaos, wat daar gebeurt. Ja. En dat zou je ook wel vinden, misschien. Zeker. Nou, ja, Cole Palmer kan echt geweldig voetballen. En het is dat ze die nog hebben. Anders gebeurt er niks. Nee, het is droevig. Ja. Maar goed, ja. Dat heb je gisteren al uitgebreid besproken in VUNC. Is dat zo? Natuurlijk. Ja, oh, zeker. Dat ben ik helemaal vergeten, ja, wat ik allemaal besproken heb gisteren. Je hebt het over Pochettino gehad. Oh, ik herhaal mezelf nu. Nee, helemaal niet. Nou, dan gaan we door. Jared Brent weet een 9. Een 9? Top. We gaan naar de analyse, want we hebben Kelvin Bessie. Oh. Maar laten we eerst het moment pakken wat we nog allemaal kennen uit zijn Ajax-tijd. En dan zien we dit. Nou, hier zie je dus inderdaad Kelvin Bessie die bewust vrijgelaten wordt in de opbouw. Nou ja, en hier de bal verspeelt. En het moment daarna zul je zo meteen ook zien. Dus het gedrag van Feyenoord, ze laten hem aan de bal. Nou ja, hier zie je dat ook. Nog meer zelfs, ze wijzen zelfs. Hier de keeper, weer terug. Ja, maar... En weer terug. En het volgende moment is super lullig wat er gebeurt. Nou, dit is het beeld wat in Nederland nog een beetje bestaat over Kelvin Bessie. Maar nu bij Fulham zien we een hele andere Bessie. Nee, wat ik nu hier zie in deze 10 seconden, deze clip, is niet... Kan je clown Bessie, zoals hij daar dan uitkomt, kun je hem totaal niet aanrekenen. Ga het beeld nog maar eens naar kijken. Nee, dat klopt, want hij wordt vrijgelaten. Het staat totaal verkeerd. Het staat ook verkeerd, maar je ziet ook dat hij niet de rust aan de bal heeft. Want ook... Nou, hij wordt vrijgelaten en je ziet ook dat nummer 7 van Feyenoord, die anticipeert al op de paas. Zie je dat? Nou, weet die paas gaat komen, want ze hebben de beelden bekeken. Het staat bij Ajax verkeerd. Als Bessie aan de bal komt, dan gaat die bal wordt hij naar de linksback geschoven. Dat klopt. Je ziet dat hier gebeuren? Zeker. Ja, dus... ze lokken hem ook een kant op. Dus in die zin, hij wordt ook opgesloten en hij komt ook in een probleem. Alleen, kijkend naar de wedstrijd van... Maar ook, waar staat hij in het veld? Want ik zie hem nu bij Fulham. Ja, ik heb hem nu gezien tegen Nottingham Forest en tegen... West Ham United. West Ham United, 2 keer 5-0. En dan kun je ook andere spelers uitlichten. Want er was nummer 10, vond ik ook goed. Kearney. Wilson, die inviel, was goed. Maar het is ook wel even leuk om... ik noem wel een voortgangsrapport. Kelvin Bessie... eruit te halen en dan meer dan 100 balcontact. En dat is ook opvallend. Kelvin Bessie die is best vaak aan de bal bij Fulham achterin. Jawel, maar dan kom je dus. En dat is dus wel de vergelijking die dus gemaakt moet worden met Feyenoord. In eerste instantie wordt hij ook vrijgelaten door West Ham. Ja. En dan gaat er iets gebeuren. En nu zie je dat hij rust heeft. En nogmaals, ik heb een paar momentjes eruit gepikt. Laten we er gelijk even bij pakken. Naar de eerste situatie. De lange bal van de keeper. Dan kun je zeggen van oké, die gaat zo meteen verdedigd worden. Waar die... Bekend staat wellicht om iemand die snel in paniek raakt, doet hij dat hier totaal niet. Hij heeft zijn medespeler al gezien, kopt vervolgens ook naar hem en ze kunnen weer doorverballen. Dus hier, rust aan de bal. Volgende situatie, hij schuift zelfs in. Dus hij is ook comfortabel om dus het spel te gaan verdelen. Dus hij wordt er aangespeeld. In de volgende situatie opent hij met een goede strakke paas en kunnen ze doorverballen. Oké, dit is dus wat ja, zo kende ik hem in ieder geval niet. Nou kom je dus in de laatste situatie. Onder druk, krijgt die bal teruggespeeld. En wat ik aan het volgende moment mooi vind, is dat hij dus, en dan hebben we het over het blind, dat hij zijn opties afweegt. Want waar hij normaal gesproken de makkelijkste oplossing, misschien terug naar de keeper, kan hij naar links, kan hij eruit halen, kan hij vooruit. En hij kiest voor de bal vooruit. En dat vond ik mooi om te zien, dat hij in ieder geval zijn opties beter weegt. Dat hij daar meer naar kijkt. En dat hij rustiger aan de bal is geworden. Want ook tegen West Ham viel op dat hij vaker vrijgelaten werd. In plaats van de rechtercentrale. Ja, wat mij bij West Ham opviel is dat Jared Bowen stond in de spits. En Jared Bowen... En druk zetten, dat deed hij wel op zijn Jared Bowens, dacht ik. Van, goh, hij heeft er eigenlijk niet zoveel zin in. En als de afstand kort was, deed hij het, als hij te lang was. Dus Bessie kreeg soms wel de tijd ook om in te dribbelen en de paas. Hij kreeg meer tijd dan je normaal gesproken, denk ik, krijgt in de Premier League tegen West Ham. Daarom heb ik dat laatste moment ook gepakt, waarbij hij dus wel onder volle druk gezet werd. En nu zitten we weer in, want je gaat heel erg zoeken naar fouten. Want dat is wat jij dus kennelijk ook doet. En dat is het beeld dat hier ontstaat. Ja, dat mag ook. Je mag zoeken naar fouten. Maar ook bij Ajax... is hij heen en weer geslingerd tussen posities. Bijvoorbeeld, hij heeft linksback gestaan en dan zag je hem opstomen. En dan dacht je, goh, voor iemand met zo'n fysiek vind ik het best knap... dat je die linksback posities op die manier invult. Ja. Dat vind ik knap. Als je ziet, jij laat net de beelden was tegen Feyenoord zien. Feyenoord was op dat moment top, tactisch goed en Ajax niet zo... Die laat zich in de val lopen. Die loopt in de val. En Kelvin Bessie is slachtoffer van de keuzes van een trainer. Dat zie je daar. Maar wat je nu ziet bij Fulham met Tosin Adarebio, die rechtscentraal naast hem staat, die ook goed kan voetballen. Twee goede voetballers, maar één Tosin Adarebio. Die is wel beter. Goede voetballer, ja, maar die is aan de bal beter. Ja. Dus inderdaad gaat de tegenstander zich instellen op Bessie. Wat moet Bessie dan doen?
beter worden aan de bal, zodat de tegenstander op een gegeven moment denkt, hé, maar we laten Bessie elke keer vrij. Maar dan weten ze ook makkelijk de linksbuiten te vinden. Maar dat heeft toch ook met spelintelligentie te maken? Want hij stond wel heel breed ten opzichte van zijn maat centraal achterin, waardoor die afstand van Bowen heel groot werd. Ja. Dus in die zin wordt hij ook slimmer, want bij Feyenoord zie je dat die afstand relatief kort is. Ja, maar je ziet gewoon een jongen van 23 jaar die beter wil worden. Die is verkocht aan Fulham voor 21 miljoen euro. Ja. Daar werd in Nederland om gelachen. Ik denk, jeetje mina, hoe is dat nou in godsnaam gelukt om die clown voor 21 miljoen euro te verkopen aan Fulham. Maar Fulham heeft voor 21 miljoen euro een cadeautje gekregen. Dat is het gevoel nu op de tribune. Zeg ik, ja, en hij heeft afgelopen maand tegen Tottenham, hè, dat weet ik ook wel, fouten gemaakt. En hij zal ook onder druk nog fouten gaan maken. Maar ik denk dat Kelvin Bessie, hij wint al zijn luchtduels, ook deze wedstrijd weer. Hij heeft geen duel verloren ook over de grond. Ja, maar ook door verder te kijken, niet alleen winnen, maar ook de vervolgactie. Ja, en daarna dan moet je er ook iets aan koppelen. Want als je dan elke keer de bal weggeeft. Hij is opgeleid door Harry Maguire bij Leicester City. En dat kan je wel een beetje zien. Ja. Zo'n type voetballer is het. Ik denk dat hij nog een ongelooflijke groeimarge heeft. En ik vind echt knap ook dat Fulham nu ook twee keer op rij 5-0 wint. En toch die punten weer aan het pakken is met Marco Silva. Het gaat heel vaak over Brighton en zo. En dat mag ook. En terecht. En over Aston Villa ook. Maar ook Fulham. Als je ziet wat voor elftal zij hebben. En wat voor club dat is. Vind ik toch knap als zij er. Het is een beetje een soort Excelsior vind ik dat van de Premier League. Dat ze dan Bessie voor 1 miljoen euro halen. Dat moet je wel durven. Als je ziet waar hij vandaan komt. Ik bedoel, hij werd hier uitgelachen. Ja. En dat hij zich dan manifesteert daar links centraal achterin als een prima verdediger met groeimarge. Ik denk dat Bessie nu bij Fulham op zijn plek is. Ik zie hem ook, want jij, dat hebben we nog niet benoemd, maar ik zie hem ook sturen en wijzen, aanwijzingen geven. Dat leiderschapsrol achterin op zich nemen. Mooi om te zien, toch? Ja, ben ik helemaal mee eens. Het is je moet ook, als we een speler zeg maar uitlachen en het land uitzetten, het gevoel had ik toch een beetje bij Calvin Bessie, dat je dan daarna gaat kijken wat er met zijn jongen terecht komt. Ja, maar dan ga je wel vanuit het oog kijken van wat was nou waarom die uitgelachen werd. Toch? Ja. Vanuit dat perspectief ga je dan toch kijken. Ja, maar je moet altijd voorzichtig zijn met hoe je het beoordelen van spelers individueel. Want je moet altijd gaan kijken wat kan een jongen en wat moet hij nou precies doen. Daley Blind is natuurlijk op dezelfde manier bij Ajax vertrokken. En iedereen had afscheid van hem genomen. Ik geloof dat hij ook nog de eigen supporters is uitgefloten in Amsterdam. Want die kan er helemaal niets meer van. Er ontstaat een bepaalde beeldvorming. En als je nu ziet bij Girona in dat elftal, denk je, nou, die delen binnen wel weer allemaal terug hebben. Ja, maar dat is dezelfde. Ja. Ja. En dat geldt ook voor Kelvin Bessie, die natuurlijk nog jong is, zich ontwikkelt. En ja, wel kwaliteiten heeft qua duelkracht en kopkracht en wat we allemaal benoemd hebben. Maar hij kan ook voor Engelse begrippen, voor Fulham begrippen, goed voetballen. Ja. Goed genoeg voetballen om in ieder geval vrijgelaten te worden door West Ham. Precies, maar dat wilden we toch even kenbaar maken, omdat hij hier werd hij gezien als iemand die minder goed kon voetballen. Nou, dat blijkt dus iets anders te zijn. Maar niet iedereen, hè? Bijna iedereen. Er zijn ook kenners in Nederland. Ja, jij was de uitzondering, toch? Nee, dat zeg ik niet. Er zijn kenners, ik heb het niet over mezelf. Nee, er zijn kenners in Nederland. Ik heb mensen gehoord die zeiden van, nou, Kelvin Bessie, moet het dan maar zien. Ik denk wel dat het een aardige verdediger is. Heb ik ook gehoord, hoor. Duidelijk. Wat voor cijfer krijgt hij? Een 8. Een 8. Dan gaan we nu naar het middenveld. En dan beginnen we met John McGinn. Zeg ik het goed? Jij zegt het goed. John McGinn. John McGinn. Niet John McGuinn. McGuinn. Ja. Oké. Wat 1-0. Arsenal. Ja. Knap. Vrije treffer. Maar wat vind jij nou specifiek als je nou zijn positie... Hij speelt aan de buitenkant. Ja, dat linkerbeen, is dus, maar wat vind je, tenminste hij start aan de buitenkant, ja, dat is het. Wat ik wel leuk vind, is Unai Emery, het hoofd zit vol tactiek. En Arsenal, we spelen tegen Arsenal en daarvoor tegen City. En je hebt natuurlijk Boubacar Camara, dat is een balveroveraar. Je hebt David Luiz, dat is een beetje de generaal, de spelverdeler, de organisator. Ja. En McGuinn zit daar een beetje tussenin en die moet in de 16 komen. Maar die moet ook ervoor zorgen dat er looplijntjes opengezet worden. En dat is een beetje de tacticus op het veld. Aanvoerder, loopwonder. Hij kan ineens ook best technisch goed voetballen. Ik denk van, goh, als je ziet waar hij vandaan komt. Schotse tweede divisie en langzaamaan stappen gezet. Ik vind vooral zijn groeimarge ongekend. En Unai Emery, die toch iets in hem ziet. Dan denk ik, oh, maar als ik hem in deze rol gebruik, dan gaat hij excelleren. En welke rol is dat dan precies? Want is mij niet helemaal duidelijk. Want hij loopt soms op plekken vrij, slim vrij, dat je denkt, dat is zijn rol. Als hij daar ineens. Dat is zijn rol. Hij kan dus nadenken wat het elftal nodig heeft op dat moment. En hij gaat kijken, als ik aan de buitenkant ga staan, wie van Arsenal stapt er dan uit? Of stapt er dan in? Of komt naar mij toe? Of hoe laat Arsenal mij dan vrij?
wie dekt er dan door? En waar ontstaan dan gaten op middenveld? Nou, dat vind ik wel grappig om te zien. Dat hij die specifieke rol heeft. En ik zie hem ook elke keer een andere rol invullen. Afhankelijk ook van wie er allemaal beschikbaar zijn. En ja, Aston Villa, als je ziet waar die vandaan komen. Een jaar geleden en nu met Unai Emery. Spectaculair met ongeveer dezelfde spelers. Ze hebben natuurlijk wel Moussa Diaby erbij gehaald. Dat voorin wel een enorm verschil maakt. Maar ook met die Jamaicaanse jongen. Die nu regelmatig ook speelt. Gaat het ook goed en die speelde er al. Dus ik vind dat wel getuigen van de klasse van een trainer. Maar ook zo'n John McGinn die dat ook meegroeit ook met zo'n coach. Dat zag je bij Villarreal natuurlijk ook met een aantal spelers. En bij Valencia en bij Sevilla. Ja. Dat ik vind ook, een trainer moet ook spelers die er al zitten beter kunnen maken. En dat zie je heel duidelijk bij Aston Villa met deze McGinn. Die ik nog nooit zo goed heb zien spelen. En jij vraagt je dan af, waar is hij dan goed in? Ja, dat is misschien wat minder zichtbaar. Maar Unai Emery heeft het wel gezien, dat is toch knap. Maar wat komt er bij jou gelijk naar boven? Ja, dat hij overal staat. Waar hij moet staan. Ja. Ja. Maar jij vindt niks, hè, met John McGinn? Nee, helemaal niet. Je zou hem niet kopen? Je begrijpt wat ik bedoel. Dit is ook niet heel vrij allemaal. Nee. Maar het is wel heel effectief. Ik vind hem druk zetten, vind ik hem goed. Ja. Positie kiezen, daarin verrast hij. Want hij begint dan aan de rechterkant. En ineens staat hij aan de linker, in de linker halfzone. Is hij daar ineens weer tussen linies aan speelbaar. En als hij dan aan speelbaar is, dan draait hij wel makkelijk weg. En heeft hij ook voorlopende spelers. Het is wel een tactisch slimme speler. Nou, ik denk dat het een speler is die een jaar geleden, gewoon zijn ding moest doen. Van de trainer, jij staat op het middenveld, we lopen heen en weer, box to box. Dat is wat hij te horen kreeg. En nu, een jaar geleden, en er zat veel meer in John McGinn dan John McGinn zelf is. Maar Unai Emery dacht, deze jongen, daar kunnen we misschien wel meer mee. En heel veel spelers die met Unai Emery hebben gewerkt, die zeggen dat ook. Dat hun kijk op het spelletje veranderd is, omdat hij laat met video's zien. Hey John, als je kijkt naar Bellingham, of je kijkt naar Modric, als je ziet hoe die bewegen, die beweging van rechts naar links, terwijl het dan zo'n aanval gaat, die zal ook eens een keer in die zone terechtkomen. De meeste goals worden gemaakt door spelers die de bal daar ontvangen en dan kun je die en die paas eventueel geven. Dus hij opent het hoofd van spelers, Unai Emery als trainer. En dat zie je bij John McGinn, dat hij daar dus kennelijk ontvankelijk voor is. Want sommige jongens maken die switch heel snel, die zijn best intelligent, maar de intelligentie wordt nooit aangesproken. En ik heb het idee dat John McGinn zo'n jongen is. Dat zie je er niet aan af, dat zeg je terecht. Ja. Maar dat hij snel informatie kan verwerken en dat ook tijdens de wedstrijd snel kan oppikken en verwerken. En dat zie je nu terug bij Aston Villa, gewoon een intelligente voetballer. Mooi verhaal. Wat voor cijfer krijgt hij voor zijn optreden tegen Arsenal? Een 9 was de beste man op het veld. Terecht. Dan gaan we naar Bernardo Silva. Ze hadden een ogenschijnlijk lastige wedstrijd tegen Luton. Ja. Dat was het ook gewoon. Ze hield het heel compact. Ja, ik zat. Zeggen, weet je wie me ook opviel? Heel kort, Townsend. Ja, en zo wel een heel mooi verhaal ook, Townsend. Hè, die natuurlijk, weet je veel meegekregen hebt, maar die natuurlijk zit te leuren om een club. Die heeft zich tegen City aardig in de kijk gespeeld. Ik vond het echt weer leuk om te zien. Nou, die is natuurlijk bij Luton Town, heeft hij een kans. Hij mag meetrainen, laat maar zien wat je kan. Je moet überhaupt fit zijn en daar heeft hij dan een kans gekregen. En het ook het plezier in voetballen weer gekregen. En dan is het wel leuk om te zien dat jij dan hem goed vond. Dat is natuurlijk wel, als je hem als voetballer omschrijft, het is natuurlijk wel een goede voetballer. Zeker. Maar hij krijgt bij Luton Town het vertrouwen. Net als Ross Barkley. Ik zat op een gegeven moment, zit City Luton Town. En ik dacht, die nummer 6, wat is die irritant zeg. Die zit echt dicht op de huid van Bernardo Silva. Maar ik had nummer 6, ik denk dan in nummers, 20 minuten lang in nummers. Dus Ross Barkley. Maar op het tv-scherm kun je niet altijd goed zien wie dat is. Dus top, geef me na 20 minuten, ik ga even kijken wie nummer 6 is, want dat vind ik wel heel grappig. En dan bleek dan Ross Barkley te zijn. Ross Barkley die zo'n ongelofelijke drijf heeft. Ja. Leuk om te zien. Dus Ross Barkley was de persoonlijke mandekker van Bernardo Silva. Leuk om te zien, toch? Absoluut. Alleen Bernardo Silva is wel zo'n voetballer die dan gedurende de wedstrijd denkt, hoe schud ik deze crimineel van me af? Ja, maar ik vind, is zo knap. Ja, maar dat is toch, als je nou... Hij begint aan de rechterkant, toch? Als rechtsbuiten, zo staat hij op papier. Ja, het is... Maar de rechterkant rendeert volledig door hem. Want hij zorgt continu, is hij zo in positie dat hij weer een driehoek kan maken. Dat je korte combinatie, dat ze onder druk uit kunnen komen. Het is wel echt een speler. Kijk, hij speelt natuurlijk op verschillende posities. Maar zeker aan de rechterkant, daar zie je wel dat hij echt die boel laat renderen. Ja, ik heb voor de VI die deze week in de schappen ligt... En in de bus valt, heb ik een verhaal gemaakt over Bernardo Silva. Omdat ik dacht van die voetballer verdient ook eens een keer aandacht. Want
Hij is zo waanzinnig goed. Vind je dat hij te weinig aandacht krijgt? Ik vind wel dat hij weinig aandacht krijgt, ja. Maar we hebben het toch wel regelmatig over. Ja, wij zijn idioten. Wij zijn obsessieve idioten. Maar in de buitenwereld. Ik bedoel, ik heb een interview gelezen met Bernard Silva. Die zich ook afvraagt van ja, het gaat bijna nooit over mij. En hoe kan dat? En hij heeft natuurlijk zijn contract verlengd in augustus. Maar hij kon ook naar Paris Saint-Germain. Hij kon naar Barcelona. Want ja, dan gaat het wel over je als je Barcelona speelt. Dan gaan ze over je praten. Ja. Want Gundogan is nu opeens wel een voetballer waarover gepraat wordt. Bij Barcelona. Nou, vorig jaar heeft hij verschillende rollen bekleed. Is het ook veel over Gundogan gegaan. Maar goed, ja, maar misschien weer maar niet aan beperkte taal. Populaire... Niet aan alle tafels. Nee. Maar het grappige van Bernardo Silva is... En dat vond ik wel grappig om... als je erin duikt, dan kom je ook dingen tegen. Dat Guardiola of al die Champions League wedstrijden tegen Leipzig, maar ook tegen Bayern München... elke keer de tegenstander bekijkt en denkt... Goh, we hebben een probleem, want hun linkerkant is goed. Bernardo Silva, oplossing. We hebben een probleem Leipzig, want Guardiol, Raum, die link, probleem, Bernardo Silva. En het gaat dan over Haaland die de vijf maakt en gewisseld wordt, die wedstrijd. Ja. Maar de sleutel volgens Guardiola was Bernardo Silva, zijn ingeving, dat hij daar moest staan om... Want hij kan, en dat was tegen Luton Town ook bijvoorbeeld. City heeft het lastig, is een vervelende uitwedstrijd, Luton Town. Die maken het heel fysiek, die staan er bovenop. En je hebt bijna geen tijd. Heb je ook nog Haaland die niet kan meedoen. Je zit er bovenop. Je had vijf verdedigers daarvoor, een blok van vier. En dat was een eenzame spits. Ja, maar dat is lastig om doorheen te komen. Zeker. En dat dan Bernardo Silva op een gegeven moment... Ja, hij maakt natuurlijk die goal. En dat is een soort bevrijding. En ook bij de 2-1, in de aanloop daarna... de manier waarop hij een tegenstander insluit... dan een balverovering en dan een doelpunt... speelt hij ook in een sleutelrol. Ja, dat is zo'n speler... die ongelooflijk belangrijk is in het binnenwerk van een elftal. En je kan hem rechts buiten zetten, maar dan is hij nog steeds centraal de belangrijkste man. Hij is ook wel eens de oplossing als linksback. Hij is ook inderdaad een oplossing geweest als linksback, ja. Ja. Vorig jaar februari, of dit jaar februari inderdaad, speelde hij tegen Aston Villa, meen ik, als linksback. En tegen Arsenal ook. Dat was steeds de extra middenvelder. Ja, hij is een bijzondere speler. En Jorge Jesus, die was toen trainer van Benfica. En die zei, boek hem mee. Hij is 1,70, 1,72, veel te klein. En die noemde hem toen een beetje cynisch, zo'n tafelvoetballer. Weet je, we hebben zo'n tafelvoetbalspel hier staan, dan kun je hem ook inzetten. Zo praatte hij over hem. En toen moest hij een Benfica B spelen. En toen dacht hij, weet je wat, ik ga weg hier, ik ga naar Monaco. Want Iniesta en Xavi kunnen het ook, ik dus ook. En dan is het wel weer leuk dat Pep Guardiola hem dan oppikt en van hem een bijzondere speler maakt. Goh, Jesus, dat is lang geleden. Ja, Benfica, dat is 2013. Ja. Het is 10 jaar geleden dat hij daar als 18, 19-jarige aan de bak probeerde te komen. Maar als smurf werd betiteld. Waanzinnige speler. Tafelvoetbalsmurf. En dat is nu toch gewoon een van de beste voetballers ter wereld. Helemaal mee eens. Wat voor cijfer krijgt hij voor zijn optreden tegen Luton? Een 9. Een 9. Want dan gaan we door naar de volgende. Dat is Ebimbe. Een speler die wij komende zondag aan het werk gaan zien, Suleiman. Ik hoop het. Junior Edina Ebimbe. Ja. Twee keer scoren tegen Bayern München. Met 5 winnen van Bayern München. Flankspeler van Frankfurt. En hij maakte El Mazouri, wou ik zeggen. Maar Nusa El Mazouri, die had een vervelende dag. Of een middag, want die werd ook gewisseld in de rust. Ja, die had zeker last. Ik vond de connectie met Chaibi vond ik heel mooi bij Frankfurt. Ja, ze hebben Marmoes, ze hebben Chaibi, ze hebben Hugo Larsson. Jongen van, uit Zweden. 21 jaar. Maakt ook een mooie goal. Maar Frankfurt, ja, dat gaan we zondag hopelijk zien. Dat hebben een aantal interessante potentiële... grote voetballers. Die... Ja, maar serieus, we gaan gewoon echt naar een topwedstrijd kijken. Ja, tussen twee interessante trainers. Tussen Dino Topmüller en Xabi Alonso. Frankfurt heeft met 5-1 gewonnen van Bayern München. Dat schept verwachtingen. Daar willen wij iets van zien. Daar willen we zeker iets van zien. En dan tegen de koploper. Dus, en deze junior Edina Mbimbe, die komt bij, dat zal je wel weten, bij Paris Saint-Germain vandaan. En zoals heel veel jongens in Duitsland voetballen die bij Paris Saint-Germain niet aan de bak komen. 23 jaar. Power. Techniek en ongelooflijk veel arbeid voor de ploeg. Hè. Dat viel ook wel op tegen Bayern München. Dat die jongens allemaal wel, en dat moet in Duitsland, omschakelen. Dat is echt de omschakelcompetitie, dat leer je daar wel. En dat moet je bij Frankfurt ook. En dat deed de manier van verdedigen wel indrukwekkend, hoor. Want ze hadden de van as Frankfurt. Van Bayern. Ja, de as was helemaal dicht. Ja. Ze konden geen kant op daar. Ja, as helemaal dicht, Bayern München lekker aanvallen. En dan vallen die ruimtes, die vallen ze geweldig aan, die erachter liggen. En dat was deze wedstrijd. Dan kan het 5-1 worden en het ziet er natuurlijk een beetje vreemd uit. Dat Bayern München dat om de titel speelt met 5-1 verlies van Eintracht Frankfurt. Maar die hebben wel een ploeg die daarvoor gemaakt is ook. Met Larsson, met Mbeumo. Dat zijn wel ook wel echt hele goede lopers. En dat gaan we tegen Leverkusen ook wel zien. Kusunu, misschien af en toe in de zone van Frimpong, maar ik denk vooral Kusunu. Ja,
ja, Kosunov moet aan de bak, maar die moet elke wedstrijd aan de bak. Moet zeker aan de bak. Nou goed, we gaan er hierbij laten, want we gaan er volgende week natuurlijk uitgebreid op terug. Want we gaan los van, we gaan natuurlijk naar die wedstrijd. Ja. Maar we gaan die wedstrijd ook gewoon even kort analyseren. Daar heb jij zin in? Ja, in de bus. Oké, nou dat vind ik leuk. Ja, toch? Ik weet niet of de kijker dat leuk vindt. We gaan live in de bus analyseren deze wedstrijd. Ik weet niet of het live is, dat maak jij er weer van. Oké. Ben jij het live? Nou ja, we kunnen toch op zondagavond even een kwartiertje dat live analyseren. Maar ook als we het niet live analyseren en daarna online zetten, is het ook een soort van live. Hè? Wil jij ook op een verjaardag de voetbal-expert uithangen? Die camera. Ja, video's kijken op het YouTube-kanaal van Voetbal International is natuurlijk leuk. Maar VI doet meer, want we hebben ook VI Pro. Na een Champions League-wedstrijd. En je zit nu maar aan te kijken alsof ik helemaal hartstikke gek ben. Maar het eerste wat ik doe is mijn VI-app openen en dan kijken wat over de wedstrijd wordt geschreven door Sam Planting, Pieter Zwart. Door mijzelf. Er zijn nog veel meer dingen en allerlei 110 andere redenen om VI Pro te nemen. Cijfer voor Ebimbe. Een 9. Top. Dan gaan we naar de volgende middenveld en dat is Son in dit geval. En daar hebben we ook een analyse van. Die gaan we er gelijk bij pakken. Let op, want het gaat niet alleen om Son. Het gaat om de connectie met Udogi. Hier zien we Udogi aan de bal. Met Bissouma was echt waanzinnig. Die staat daar trouwens rechts. Maar wat hier gebeurt, hij haalt de bal eruit. En dan moet je kijken waar hij daarna staat. De bal gaat naar Son. Dus waar hij eerst een dubbele zes maakt, komt hij hier in de zone van 10 terecht. En dan maakt hij ook diepte. En dat zie je in de volgende beelden ook weer terug. Hier komt hij in eerste instantie laag. Vormt hij weer echt een waanzinnig koppel met Bissouma. Stonden ze vaak op het middenveld met elkaar. En in de volgende situatie, Bissouma speelt Son aan. En hier zie je de loopactie al van Udogi. Die linksback staat op papier. Hè? Ja. Maar die doet waar hij zin in heeft. Vervolgens verlengt hij hem mooi naar Richarlison en dan zie je het volgende beeld. Ja, de kans die daaruit voortkomt. Ja. En nogmaals, ik vind het te makkelijk om alleen het doelpunt te pakken. Maar voor iemand die linksback staat, staat hij opvallend vaak op het middenveld. Zowel aanvallend als verdediger. Maar ik vind de connectie met Son, vond ik wel heel bijzonder. Want ik vond Son terecht dat hij in jaar elftal staat. Maar ik wilde toch even die connectie laten zien. Want ik vind Udogi, Bissouma, je mag er maar één opstellen van Spurs. Ja, en in het eerste beeld wat je liet zien, dat Son en Udogi aan het combineren zijn aan de linkerkant, zie je ook aan de rechterkant. En zie je hier bijvoorbeeld, zie jij een rechtsback? Nee. Waar is de rechtsback? Zoek de rechtsback. Ja, hij staat op het middenveld. Die staat op het middenveld. Ja. De rechtsback is dus ook verdwenen. Dus de linksback is nu een soort van opbouwer nummer 6. Maar de rechtsback is verdwenen. Maar er staat wel een Newcastle-speler die zich afvraagt, waar is de rechtsback? Ja. Want dat is wel gek. Ja. Want we hebben aan het begin van het seizoen bij een niet-noemen club gehoord dat als de linksback weg is, dan moet de rechtsback blijven. En als de rechtsback weg is, dan moet de linksback. Weet je wel? Dus tenzij je zo goed aan de bal bent, dan maakt het niet uit. Maar bij Tottenham hebben de rechtsback en de linksback kennelijk de vrijheid om te gaan. Want als je dan ziet wie er achterblijven, dat zijn alleen de twee centrale verdedigers. Ja, en Bissouma staat er vlak voor. Maar als je daarvan onder de indruk bent, dan moet je eigenlijk het pro-stuk van Pieter ook lezen. Over? Die is bij Dick Schreuder geweest. Ja. Zo, dat was ook echt indrukwekkend. Ja, we gaan de link delen in de beschrijving. Ja, maar dan moet je. We gaan deze link delen met jullie. Maar goed, Son, daar gaan we even naar terug. Dick Schreuder moet dus ook trainer maken van een topclub in Spanje. Dan wordt het feest. Ja, maar denk je, hij zet zich wel op de kaart met drie verdedigers centraal achterin in Spanje. Dat doen niet veel ploegen. Maar dat klopt. Ja. Ik ben helemaal kwijt opeens Dick Schreuder. Son. Ja, Son. Ik ben ook liefhebber natuurlijk. Maar jij ook. En ik goed voetbal, City, zet je de tv voor aan. Maar dan weet je wel wat je krijgt. En op een gegeven moment vind je het niet spannend genoeg meer om het echt naar te kijken. En wat nu bij Tottenham gebeurt, dat vind ik zo leuk. Ook, dat heeft ook te maken met die 9 man. Tegen Chelsea. Dat je dacht van, oké, maar dan ben je echt net een gek in je hoofd als trainer. Dat je dit durft. Dan heb je wel grote ballen. En ik heb het altijd over de grote ballen van Ange Postecoglou. Ja. Dat vind ik. Ik vind dat die heeft de grootste ballen in het trainersland op dit moment. Past die in de kerstboom? Die passen niet. De kerstboom valt om. De ballen van Postecoglou, ja. Okay. Dat vind jij dan weer leuk om te vragen. Waarom vraag je zoiets? Het is toch bijna kerst? Het is bijna kerst en dan past hij in de kerstboom. Nee, maar we hebben ook nieuwe ballen. Kijk, we hebben ook deze ballen. Dus ik dacht ook van, joh, kunnen die ook in de kerstboom? Maar dat past ook niet. Ja, maar over de rol van deze backs. Dit is toch gek? Dit zie je toch nergens? Nee. En ja, misschien in 1974. Oranje. Nou ja. Maar Destiny Udogi, die hebben we allemaal bij Udinese gezien. Althans, de kijkers van het elftal, die weten dat Destiny Udogi destijds een opkomende back was. En Pedro Porro bijvoorbeeld.
Dat is ook een wingback, echt een wingback. En de twee ze zijn als wingback ook gescout voor Antonio Conte. Want die wil twee wingbacks hebben. Ja. En dat zijn met drie centrale spelen. Dus die zijn gescout door een andere trainer. En die wilde graag wingbacks. Dan krijg je Pedro Porro en dan krijgt Etesni Udogi. Antonio Conte keek er twee keer naar. Ik weet er niks van. Dus afgeserveerd. Dan komt er een nieuwe trainer en die zegt, we gaan zo spelen. Mijn linksback wordt afgeschreven Destiny Udogi. Mijn rechtsback wordt Pedro Porro. En die hoeven niet die flanken te bestormen. Want dat is namelijk waar ze voor gescout zijn. Nee, ze gaan als nummer 6, nummer 8 en nummer 10 spelen. En dat doen ze continu, hè? En dat doen ze een hele wedstrijd lang. Want dat is het leukste voor tijdens wedstrijden van Tottenham. Het beeld stilzetten. Waar staat, als Madison fit is, waar staat de nummer 10? Oh, die staat centraal achterin. Waar staat de rechtsback? Oh, die staat op de plek van Madison. Waar staat Destiny Udogi? Oh, die staat rechts buiten. En dat vind ik grappig. Ja, maar dan is het wel grappig om te zien. Je zet hem stil. Posities zijn wel bezet. Natuurlijk. Maar er zit wel een idee achter. En op de manier waarop zij... En ze hebben natuurlijk in november bijna alle wedstrijden verloren. Na die wedstrijd tegen Chelsea hebben ze geen punt gepakt. En nu tegen Newcastle herstellen ze zich. En dan wordt het natuurlijk gezegd, Postecoglou, gehypte trainer en zo naïef. Maar ik vind wel dat hij een nieuwe standaard zet. En je ziet ook dat er respect is voor zijn werk. En ik vind het wel knap dat je als trainer je eigen handschrift onder een elftal weet te zetten met spelers van anderen. Want Ten Hag is ook bezig zijn handschrift onder een elftal te zetten. En niemand kan het handschrift zien, hè, van Ten Hag. Nee. Maar bij deze trainer zie je op dit moment wel... En de resultaten zijn belangrijk, want ook Postecoglou en Tottenham moeten wedstrijden winnen om serieus genomen te worden. Maar ze staan redelijk dicht bij de top 4. Ze maken kans op Champions League voetbal, dat is al heel wat voor Tottenham op dit moment. Absoluut, maar daar had er niemand rekening mee gehouden. Ze hebben geen spits. Ja, maar daar hield nog niemand rekening mee. Want als je dan hebt over, jij zegt ze hebben geen spits, ik denk wel. Als je dan echt mee wil gaan doen, dan is dat de eerste positie waarnaar gekeken moet worden. Postecoglou en Madison heeft dat verteld. Want hij kon ook uit meerdere clubs kiezen. Maar nadat hij gesproken had met de trainer van Tottenham, Postecoglou, was Madison ervan overtuigd. Want hij bracht die voetbalvisie zo overtuigend op hem over. En dat effect heeft hij ook op anderen. En zelfs Harry Kane heeft even getwijfeld. Terwijl hij absoluut weg wilde. Maar als we dat gaan doen, dat is wel interessant. Dus hij heeft wel een overtuigende kracht. En de afgelopen 6-5 maanden zijn ook voor nieuwe spelers een soort van visitekaart van maar dat is wel een spektakel. En die kan je hier wel uitleven als spits. Heung-min Son vult het nu ook knap in, die spitspositie. Regelmatig. Als Richarlison... Hij stond dit keer op links, maar staat ook regelmatig in de spits. Dus er ligt bij Tottenham een plek open voor een klasbak in de spits. Dat is wel interessant met dit voetbal. Met de beweging om je heen. En als iedereen fit is en Van de Ven komt er straks weer bij. Dan gaan ze heel veel ploegen nog lastig maken. Want wie pakt wie op? Want ze zijn continu in beweging. En het is de passing game van achteruit. De keeper doet ook mee. Gewoon erg leuk om naar te kijken. Ik vind het verfrissend. Ja, we hebben ook al veel spelers uit dat elftal. Mijn voorkeur ligt dan kennelijk daar. Ja. Want ik betrap mezelf er ook op dat ik wel vaak spelers van Leverkusen en Tottenham eruit pik. Maar dat zijn ook twee ploegen die erg opvallen dit seizoen. Ja, helemaal eens. Cijfer voor Son. Voor zijn optreden tegen Newcastle. Heung-min Son trouwens, dat is al jaren zo. Als Heung-min Son het haar van Beckham of het uiterlijk van Beckham had gehad. Dan was het een wereldster geweest. Zo goed is die jongen. Maar het is iemand die... Hè? Het is een Koreaan. Ja, goed, daar kun je van alles... Ik wil niks insinueren. Maar dat is zijn pech. Dat hij een Koreaan is. En kennelijk wordt dat minder serieus genomen. Het is toch ook wel een beetje het karakter van een persoon. Ik denk dat een Netflix-serie over Beckham net iets meer aanspreekt dan een Netflix-serie over Son. Kijk jij weinig Koreaanse series? Want mijn vrouw is gek van Koreaanse... Het gaat niet om de Koreaanse series, maar het gaat er niet om. Volgens mij is hij niet van de rode lopers, van allerlei events, van allerlei sponsorcontracten, van gekkigheid. Want hij is met de au pair, doet hij ook gewoon normaal volgens mij. Ja, maar hij is natuurlijk opgevoed door een vader die hem... Die een Spartaans opgevoed heeft. Maar in Korea wonen ook gewoon mensen die expressief zijn en die zich. Ik heb het nu over Son. Heung-min Son. Ja. Precies. En Son zien we niet heel veel. Wat is nou je punt? Wat wil je over Heung-min Son zeggen? Je vindt een saaie gozer. Noem het saai. Volgens mij zien we geen vreemde uitspattingen. Nee, maar het hoeft toch ook niet om een wereldster te zijn? Nee, maar het hoeft ook niet. Laat me zeggen, dit kan wel helpen bij het maken van een Netflix-docu. Ja, dat is waar.
Oké. Okay. Cijfer Son. Een 10. We gaan naar de aanvallers en dan beginnen we met Taka Kubo. Mooi linkerbeen. Zag je de corner? Ja. Deze. De korte corner. Corner direct. Oh, jij herkent het teken. Ja. Dat was het signaal. Hè. Dan ging de korte corner. En een vrij goal. Maar het blijft gewoon een lekkere speler om naar te kijken. Ja, dribbelvaardig. Weet je wel, aan de bal. Hij zorgt voor chaos. Had een tijdje niet gescoord. Real Sociedad is ook zo'n ploeg. In Spanje, we hebben het nu over Girona, omdat die natuurlijk 41 punten hebben. Maar Real Sociedad speelt ook Champions League. Zijn daar ook door in de Champions League. Hebben goede trainer, Alguacil. Leuke ploeg. En Taka Kubo is een van de uithangborden van die ploeg. Maar ze hebben nog wel meer spelers. Mikko Merino bijvoorbeeld, om er eentje te noemen. Maar ik denk dat Taka Kubo, net als Jeremy Doku, de potentie heeft om in de Premier League een spektakelnummer te worden. Dat je denkt van jeetje mina, dat half uur met Taka Kubo was wel genieten. Want hij gaat tegenstanders voorbij. Hij durft naar binnen te gaan. Geeft geweldige passes. Dat het Messiaans heeft hij een beetje in hem. Hij is natuurlijk ook opgeleid bij Barcelona en Real Madrid. Is nog steeds heel jong. Hè? Want het is nog steeds een jongen die leert. En het is ook nog eens een sociaal bewogen gozer. Dus ook, we hebben het net over Son gehad. Mm-hmm. Kubo in interviews is wel grappig, heeft wel humor. En hij is ook daar razend populair. In die omgeving daar. En dat heeft hij wel. Hij is ook echt in die maatschappij daar gevochten. Als Japanner. Dat is ook knap. Zeker. Ja, absoluut. Het zit al een tijdje in Spanje nu. Zeker. En spreekt ook vloeiend de taal. En dat helpt natuurlijk ook bij het uitdrukken. Is een leuke jongen. En ik denk dat hij bij de topclub in de Premier League. Ik hoop stiekem een klein beetje misschien Tottenham. Dat hij daar. Want Postecoglou heeft, de rechterkant. Postecoglou heeft ook in Japan gewerkt. Dat helpt, denk ik, wel om een connectie te maken met een bepaalde jongen. Maar voor de rechterkant, ja. Want Kulusevski vind ik een prima speler. Maar een upgrade zou wel tot hem, denk ik, voor uitbrengen als je zo'n jongen erbij kan halen. Zoals Doku City toch ook wel een bepaald soort. Maar dan zeg je een upgrade op rechts en een upgrade in de spits. Ja, sowieso een spits. Ja. Als je Harry Kane verloren bent en je hebt Richarlison, die wel beter aan het worden is en gelukkiger aan het worden is, vind ik ook leuk om te zien. Maar een echt goede spits zou Tottenham denk ik wel nog completer maken. Beetje een Harry Kane spits. Misschien is dat een bruggetje naar de volgende. Maar we moeten eerst even een cijfer geven aan Kubo. Nou ja, je haalt me de woorden uit mond. Heb ik niet eens aan gedacht, maar dat zou zomaar kunnen. Zou zomaar kunnen, ja. Cijfer voor Kubo? De 9. De 9. Dan gaan we nu naar Joshua Zirkzee. Maakte 2 doelpunten tegen Salernitana. Ja. Dat is natuurlijk reden om in het elftal van de week te komen. Maar als ik de beelden terugkijk, waar is hij nou goed in? Het doorvoetballen en wat tegen Salernitana vond ik hem daar niet zijn beste wedstrijd in spelen. Dus jij vindt dit geen goede keuze? Je had hem niet gekozen? Nou ja, we hebben hem geroemd om het spel tussen middenveld en aanval. Daar is hij echt goed in. Ja. En dan vond ik tegen Salernitana vond ik dat voor zijn doen niet voldoende. Streng. Maar hij maakte wel 2 doelpunten. Dus wie ben ik? Ja, nou weet je wat het leuke is? Want jij zegt dit nu. En hij staat nu voor de 3e keer in het elftal, denk ik. Misschien wel. Derde keer staat hij in het elftal. En we hebben los daarvan nog een keer extra besproken. Omdat we toen eigenlijk vonden dat hij er ook in had moeten, in had moeten staan. Hij staat er nu voor de 3e keer in dus. En we hebben hem ook een keer besproken. Maar elke keer dat we besproken hebben, zei hij, maar hij scoort niet. Dan moet je ermee. En nu word ik aan alle kanten aan arm getrokken van, ik zei, lekker, hij is goed bezig. Intikker. Nee, een fout van de verdediger afstraffen. Ja, die tweede goal was wel knap binnen gewerkt. Maar nu moet ik hem opeens selecteren, want hij heeft 2 keer gescoord. Zo werkt het eenmaal. Brobbey is een goede spits omdat hij begint te scoren. En dat geldt ook voor Joshua Zirkzee, die nu 3e staat op de topscorerslijst. Daar met Bologna in de top staat. Dan val je op en dan gaat het over je. Zo werkt het nou eenmaal. Daar moet je vooral voor profiteren. Maar waar hij bezig mee moet zijn, en dat is Thiago Motta ook mee bezig, is dat elftal aan het voetballen brengen via een bepaalde visie. En Zirkzee, die past daar perfect binnen. En hij speelde nu, ik weet waar je op doelt, ballen die je niet mag verliezen, die hij wel verspeelt. En dat mag niet gebeuren. Maar dat compenseert hij dan met 2 goals. Dat is waar. Maar zijn manier van spelen, dan moet je wel gelijk aan Harry Kane denken. En dan denk je ook wel, zou dat ook iets zijn voor Spurs? Ja, ik weet niet precies wat voor spits Postecoglou zoekt. Maar als je Son hebt en je gaat ook bijvoorbeeld Taka Kubo aan die rechterkant invullen, dan is een spits die ook kan meevoetballen,
Wel lekker. Wel lekker. En dan moet je de spitsen van een bepaalde leeftijd en een bepaalde prijs op een rijtje gaan zetten. En er zijn natuurlijk niet zo heel veel spitsen die dit beheersen, die dit zien doen. In de top heb je ze. Bijvoorbeeld Lautaro Martinez zie ik het bij Inter nu ook heel vaak doen. Maar dat is een jongen van boven de 100 miljoen euro. En die gaat niet van Inter naar Tottenham, bijvoorbeeld. Nee. Ik denk dat Sirksee heel gevoelig is voor het verhaal van een trainer. Dat hij de afgelopen jaren toch wijs is geworden. En nog steeds een ongelooflijk jonge gozer is. Je hebt natuurlijk Mickey van der Ven, die hij vast zal kennen. Zeker, Jong Oranje. Jong Oranje, ja. En die heeft natuurlijk ook de transfer gemaakt van Wolfsburg naar Tottenham. En die heeft het verhaal aangehoord en die heeft, oké, deze trainer is betrouwbaar, want die vertelt mijn verhaal en het komt ook zo uit. Madison geldt hetzelfde voor. Dus het is een trainer die als hij jou wil hebben en een goed verhaal heeft, dan klopt dat verhaal. Want je hebt ook trainers die zeggen maar wat. Ik ben zo goed en dan bland je als derde reserve op de bank. Ja. Maar als ik denk dat het verhaaltje klopt, het plaatje klopt en Joshua Sirksee heeft daar een goed... Maar nu klink ik als de zaakwaarnemer van die jongen. Sommige mensen vermoeden dat trouwens. Dat ben ik helemaal niet. Totaal niet. Ik ken hem niet eens. Maar dan zou het zomaar een logische transfer kunnen zijn. Ja, nu je het zo zegt, dit is eigenlijk 1 plus 1 is 2. Ja. We kunnen eigenlijk wel concluderen dat Joshua Sirksee volgend jaar bij Tottenham Hotspur speelt. Dat kunnen we bij deze onthullen. Ja, bij deze dan. Ja. En wij het nieuwtje hebben het vastgelegd. Ja, zullen we dan ook even snel een cijfer geven? Een 8. Een 8. Want dan gaan we naar de laatste speler in dit elftal. En dat is Lacazette. Kennen we natuurlijk als een technisch vaardige spits. Ja. 3 doelpunten. Ze staan overigens nog wel steeds laatste. Met Lyon. Ja. Maar hekkensluiter, 3 doelpunten. Weer terug in de ploeg. Voor jouw reden selecteren deze oude Fransman. We hebben natuurlijk Ajax onderaan. Ze staan in de Eredivisie. Dat was natuurlijk nogal een verhaal. Ook in de rest van de wereld. En Lyon staat nog steeds onderaan. En die hebben min of meer hetzelfde meegemaakt. Die hebben een Amerikaanse eigenaar binnengehaald. De voorzitter die daar 35 jaar gezeten heeft, die is natuurlijk afgelopen zomer vertrokken. Het is chaos bij die club. Dan halen ze een Italiaan binnen, Fabio Grosso, Serie B-trainer, die daar prima gedaan heeft. Maar Clermont Foot, geen speler van Kent, bij Lyon binnenkomt. Clubwatchers van Lyon zijn dan ook nog, maar we moeten even kijken, we moeten zo'n man toch de tijd geven. Want ja, je kan niet direct iemand de nek afhakken. En hij heeft natuurlijk ook het incident meegemaakt in Marseille, dat hij werd bekogeld. En dat was natuurlijk allemaal heel zielig. Maar ik had het idee dat de spelers van Lyon na 1 training al dachten van wie is die clown. En dan is het lastig voetballen. En over Lacazette, dat vond ik wel op, want ik moest een verhaal maken een paar weken geleden over Olympique Lyon. Toen kwam ik allemaal quotes tegen van Grosso over Lacazette. Dat hij niet fit was en dat hij maar 60 minuten voetbal in zich had. En dat hij daarom op de bank moest beginnen. Dat hij twijfelde of hij wel kon starten. En dat voor meerdere spelers gold. En dat het lastig was als trainer. En dat ze eigenlijk alleen nog maar aan de laatste plekken moesten denken. Dat Lyon was een van de slechtste ploegen. Dat zei een trainer over zijn eigen ploeg. Wij hebben ook zo'n trainer meegemaakt in Nederland. Ja. Lacazette heeft er afgelopen jaar 27 gemaakt. En die wordt dan op die manier afgeserveerd. Cherki, die geweldig kan voetballen. Oh, wat een speler is ja, dat. Maar ja, die zat ook niet helemaal lekker erin met Grosso. Op de bank belanden. Nou ja, dat zijn jongens die dan afhaken. Maar die was dus eigenlijk bij binnenkomst al min of meer kwijt. Ja. Ja, als jij zegt, je dribbelt te veel. Terwijl die jongen, die leeft van dribbelen. Ja, dan wordt het al ingewikkeld. Maar dat is net hoe kijk je naar een speler. Nou, Pierre Sage, die wordt dan uit het B-elftal omhoog. Interim trainer, zoals Edward Sturing bijvoorbeeld bij Vitesse dat moet doen. Ja. Die wordt dan interim trainer en die gaat naar Lacazette toe. Die omhelst hem en die zegt, weet je wat ik wil zien? Wat jij in die periode hiervoor zo goed deed. Dat je die ploeg aan het voetballen brengt. Daar ben jij zo goed in. En Lacazette denkt, hé, maar dat klopt. Goeie trainer. En dan maak je 3. Ja, maar even serieus, we weten toch... Dus als je naar een wedstrijd van Lacazette kijkt, dan weet je gewoon dat het een spits is waarmee je kan doorvoetballen. Die technisch vaardig is. Tegen Toulouse. Die balvaardig is. Ja, dus Dallinga niet. Nee, maar hoeft er ook niet. Het is maar net hoe je naar een spits kijkt. En Lacazette is iemand die, en dat viel ook bij Arsenal toen op, die graag buiten de 16 balletje aanraakt, doorvoetballen. Zoals Memphis dat ook invulde bij Lyon. Ja. En dat doet hij nu ook. En de goals zelf, het waren niet allemaal wereldgoals. Maar er 3 maken in zo'n situatie, explosieve situatie ook, want Lyon onderaan met 7 punten is wel bijzonder. Ja. En zij moeten nog
heel veel wedstrijden gaan winnen om boven de streep te komen. En om weer die minimo te... om daarbij aan te haken. Want ja, het is toch wel vreemd als Lyon zal degraderen. Zo'n grote club met zoveel talenten die ze de afgelopen jaren hebben voortgebracht. Ja, maar kun je ook niet voorstellen. En als je dan kijkt in korte tijd, kijk, Ajax natuurlijk ook laat staan. Staat nu dan weer vijfde. Ja. Dan ben je ook in staat om snel weer boven water te komen. Maar in dit geval, de afstand is er ook nog wel. Dus ze moeten echt nog wel flink aan de bak. Dit is tot februari minstens een verhaal dat Lyon onderaan staat. Want of ze moeten ineens achter elkaar allerlei wedstrijden gaan winnen. Ja. Maar dan is dit wel een mooie opkikker voor Lacazette. Maar het is ook een leuke situatie. Ja, zeker. Ik denk dat Lacazette nu met de borst vooruit gaat trainen deze week. Oh, maar jij kijkt toch ook, laat maar zeggen, wat Lee Ryder schrijft in de Newcastle Chronicle. Jij kijkt toch ook naar het Franse elftal van de week. Dat doe jij toch ook allemaal? Jij doet ook je huiswerk. Nou, dat doen die jongens ook. Ja, klopt. Daar heb je gelijk in. Dus Lee Ryder was niet zo positief deze week, hè? Nee, over niemand? Nou ja, ze hebben met 4-1 klop gekregen. Maar daar gaat het niet om. Ja, dat wel. Misschien zit er nog een lichtpuntje ergens. Ja, kijk, was hij meedogenloos? Ik heb de cijfers niet bekeken. Van 4-1 verliezen is keihard, daar ben ik ook keihard. Ja, duidelijk. Vond je het een leuke elftal? Ik vind het een heel mooi elftal. En ik moet ook zeggen, door. Ik heb onwijs veel zin in die wedstrijd van zondag. Gewoon, want we gaan gewoon de best voetballende ploeg van Europa gaan wij zien. Ja. Dat middenveld, daar kijk ik naar uit. Maar ook wat zie je tegenover gaan zetten. Ja, ik heb nog nooit met jou, heb ik met jou wel eens in een voetbalstadion gezeten? Nee, hè? Naast jou. Nou, we hebben wel eens samen in de studio naar voetbal gekeken. Ja, nee, maar... Of wel eens appcontact. Maar ik weet niet hoe jij bent in het wild. Emotieloos. Emotieloos, oké. Okay, want kijken. Matthijs bijvoorbeeld, die is natuurlijk een jongen die houdt van filmen. Ja. En die filmt veel. Ik hou van kijken tijdens een wedstrijd. En Matthijs die... Die vinden het ook leuk als ik dan wat dingen uitleg aan hem, weet je wel. Dan denk ik, had ik niet gezien, maar wel leuk om te volgen. En ik vind het wel leuk om situaties te bespreken. Matthijs houdt van shirts. Ja. Die houdt van stadions, hoe ze eruit zien en zo. Maar jij gaat puur gewoon voor de vierkant op middenveld. Dat is waar jij heen gaat. Ja, en daar wil ik het dan ook met jou over hebben. Dus jij gaat die bus in met oogkleppen op. En je gaat het stadion in, je ziet niks. Alleen de vierkant op middenveld. Ja, en we nemen, maar dat is nog een verrassing. En Bas kijkt nooit naar het elftal van de week. We halen ook een verrassing voor Bas van Hoven. Want die is natuurlijk ook in het elftal van het jaar. Krijgt hij een rol in de uitzending. Oké. Okay. En in het elftal van het jaar zijn mooie prijzen. We gaan een verrassing voor Bas meenemen? Ja, verrassing. Ja. Oké. Okay. Gewoon iets leuks. Kleine geitje. Bas een tijd niet gezien. Ook vriend van de show. Ja. En we hebben prijzen, hè, tijdens het elftal van het jaar. Ik heb de prijzen gehoord. Dat zijn leuke prijzen. Ja. En we zijn nu met één video van het elftal van het jaar. Niet met twee. Nee, hoeveel? Niet met drie. 11. Dus 11 prijzen. 11 prijzen. Echt leuk. Ja, ik kijk wel naar uit, want ik heb er wel zin in. En oliebol op tafel, kersttruien aan, belichting goed, make-up. Ja. Matthijs is chef decor, dat komt helemaal in orde. Oké. Okay. Goed, mag ik jou danken voor dit leuke elftal? Ja. En dan zijn we volgende week weer terug met een nieuw... Elftal van de week, kijk. Kijk, zo ben ik. In het stadion. Ja, maar het was echt die goal van Thuram, joh. Oh, wat was hij lekker. Zo, maar die zat ook, hoor. Nou, maar als Florian Wirtz 8 man voorbij dribbelt tegen Frankfurt... Dan gaan wij ook zo staan. Nou, ik sta niet voor mezelf in wat ik dan doe, maar ik kan... Ik word heel knuffelig. Nee, ik hoop niet dat je mag zoenen en zo, hè. Nee, niet zoenen. Gooi je echt knuffelen. Van de tribune af, zeg ik. Ja, maar ik gooi je van de tribune af, dus je mag knuffelen. Als ik een mooi vierkant zie, dan sluit ik niet uit dat ik me kan beheersen. Nee. Maar goed. Zullen we het hierbij laten? Volgende week nieuw elftal van de week. Dankjewel. En jongens, jullie bedankt voor het kijken en voor het luisteren. Laat even, zoals elke week, weten in de comments wat je van het elftal vindt. En dan zijn we volgende week weer terug met een nieuwe aflevering van het elftal van de week. Doei!